Ja, ja, vrienden. Even een dik jek aan. Ja, het is hier. Koud. Ja, dat gebeurt ook wel eens in Spanje. Eventjes over dat gebuitel van iedereen. En iedereen rolt over elkaar heen om John de Mol aan te pakken. En hem af te branden. En ik, ja, vrienden, nou, ik vind dat eigenlijk helemaal niks. En ja, dan weet ik wel wat jullie nu gaan zeggen. Dat weet ik nu al. Dan zeggen jullie, oh, Harry gaat het opnemen voor John de Mol. Oh, die is zeker verlegen om een baantje bij Talpa. Nou, vrienden, vergeet dat. Want Talpa, die willen niks met mij te maken hebben. En ik wil niets met Talpa te maken hebben. Dus daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom dat we eerlijk moeten blijven. En eerlijk moeten zijn, want nou heeft de Mol heeft het eigenlijk overal gedaan. Iedereen pakt hem aan, want John de Mol die heeft dan gezegd van die vrouwen die moeten zich eerder melden. En vrouwen moeten hun mond open doen. En dat is gewoon, en dat herhaal ik, dat is gewoon heel goed bedoeld van John de Mol. En ik kan dat zeggen, ja, want ik heb voor hem gewerkt. Ik ken John de Mol. Dat heeft hij gewoon goed bedoeld. En dat hij dan niet heeft gezegd van ja, die mannen misdragen zich. Ja, maar dat begrijpen we toch allemaal wel? Dat mannen zich misdragen. Dat hebben we, ja, dat snappen we toch? Dus, en John de Mol, die hield een verhaal bij Boos. En ik dacht bij mezelf, ja, daar was niks zoveel mis mee. Met dat verhaal van John de Mol. Nee, dat vond ik niet. Nee. Ja, en hij heeft gewoon maar één fout gemaakt. Eén fout heeft hij gemaakt. Dat hij die bandleider, die heeft hij laten zitten. Die had hij op dat moment, toen, 2019, had hij die weg moeten sturen. En dat snapt hij zelf ook wel. Dat dat een fout is geweest. En verder, ja, wat moet je die man aanrekenen? Als er een paar inderdaad hard hun pik achterna lopen, daar kan John de Mol toch niks aan doen? En ja, en daarom begrijp ik ook wel onze nationale azijnman. Ja, ja. Die Derksen, want die neemt het nu ook ontzettend op voor John de Mol. Ja, vrienden, laat ik het zo zeggen. Als wij allemaal dezelfde ambitie zouden hebben en allemaal net zo hard zouden werken als John de Mol, dan stond Nederland er gewoon veel beter voor.